Leuk dat je kijkt naar de nieuwe projectvideo van Absolute Motors, waar we deze auto mooier, beter en sneller maken. Het is nu nog een vrij saaie R8, maar wat we ermee gaan doen, dat maakt hem alles behalve saai. Oké, ik zei dus net dat deze redelijk saaie R8 door ons aangepakt gaat worden. Het is wel een heel mooi exemplaar, dus hij heeft een laag kilometerstand, ziet super goed uit en het is de V8. Natuurlijk wel echt een topauto. Maar we gaan hem even wat stoerder maken, wat racier. Want de eigenaar van deze auto die heeft al een keer eerder een auto bij ons gebracht, de Audi S6. En heeft toen gezegd van jongens, jullie krijgen carte blanche, doe maar wat en ik ben benieuwd hoe het resultaat gaat zijn. En dat heeft hij eigenlijk ook over deze auto gezegd. Wel iets genuanceerder, dus wel aangegeven, het moet racy worden, het moet sportief worden. En een project wat jullie pas geleden hebben gedaan, dat vond ik heel erg tof. Dus daar gaan we een beetje op voortborduren. Wat gaan we doen? We beginnen met de voorkant. Er komt een andere lip onder, zodat hij wat meer body krijgt. Dus er komen andere sideskirts op. En natuurlijk ook, er komt een hele grote spoiler op, om die racy look te krijgen. Dan zijn we er nog niet, want dan is hij nog steeds grijs, wat niet heel erg bij de racy look past. Dus hij krijgt een livery zoals de Audi R8 LMS. En de R8 LMS, dat is de raceuitvoering van de Audi R8. Dus wel helemaal op maat gemaakt, speciaal voor deze auto. Dus dat wordt wel heel erg tof. De ruiten die hebben we al getint, toevallig even een gaatje over, dus die hebben we gelijk meegepakt. En, ik weet niet of je naar binnen kan kijken, maar... De stoelen missen al, want die staan namelijk hier. Die hebben we al gedemonteerd. We gaan niet alleen de stoelen demonteren, ook dashboarddelen gaan we demonteren. Het stuur gaan we demonteren, want die gaan we opnieuw bekleden. Ja, dit zijn prachtig mooie stoelen. Ze zijn in hele goede staat. Ze zijn overal nog hard en helemaal top. Maar de kleur past gewoon niet bij een race auto. Dus we gaan een combinatie doen van Alcantara met leer en een rood stiksel om het sportieve er weer in naar voren te halen. Natuurlijk komen er ook andere velgen onder. Samen met hele dikke semi-slickbanden. Ook dat weer om het zo racy mogelijk te maken. En we gaan hem afsluiten met een dikke knalpijp. Want een raceauto met een klein beetje geluid is natuurlijk geen raceauto. We gaan even kijken bij de tussentijdse update van de R8. Nou, de laatste keer was hij natuurlijk nog helemaal niet gewrapt. Maar de basis zit erop. Een matgrijze metallic wrap. En het is dus een R8 LMS design geworden. Maar we hebben een nieuwe R8 LMS design gepakt voor de oude R8. Jackie heeft dat helemaal digitaal op maat gemaakt. En die heeft dat vervolgens in de plotter uitgesneden. En dan krijg je dit. Dit is dus net aangebracht, moet nog afgewerkt worden. En er liggen dus overal op de auto, liggen er vlakken waarbij je de vormen uitgesneden ziet. En dat is dus omdat het eerst digitaal is gemaakt, toen vervolgens door de plotter is gehaald en dan op de auto aangebracht kan worden. Dat moet wel allemaal uitgemeten worden, want het is natuurlijk niet dat het allemaal logischerwijs op een bepaalde plek valt. Dus deze komt hier, dan komt vervolgens een zwart, komt nog hieronder. Er komen nog reclamestickers op, ook weer om hem racier te maken. En ja, achter mist er een hoop. Want de uitlaat moet nog gedaan worden, de spoiler moet nog gemonteerd worden. Dat zijn allemaal best wel essentiële onderdelen van dit project. Anyway, we hebben dus als basis hebben we grijs gebruikt, zoals je kan zien. Rood voor het sportieve, wat ook weer terugkomt in het interieur dadelijk. En zwart voor een andere contrastkleur.
We hebben dus nog best wel een hoop te doen. De stoelen zijn wel al terug. Die staan nog niet hier. Die gaan we er straks bij pakken. Dus ja, blijf kijken. Zo, aangekomen in het hoge noorden, Hollandsveld, bij autobedrijf Martens. En we zijn hier naartoe gegaan voor de oplevering van de Audi R8. We hebben niet zoveel beelden kunnen schieten van de werkzaamheden, omdat er heel erg veel verdeeld was over een hele lange periode. We moesten lang wachten op de spullen, de livery kwam later dan de basiswrap. En zo zijn er nog meer aspecten die bij de auto kwamen kijken, waardoor ja, er wat vertraging is opgelopen. Maar goed, het resultaat is in ieder geval super mooi. En we zijn hier niet alleen maar om de Audi R8 op te leveren, want de eigenaar die heeft nog een paar hele mooie andere auto's. Eentje daarvan hebben we ook helemaal aangepakt, echt van top tot teen, was echt de topper van 2020. Dus die gaan we er ook bij laten, ja, die gaan we er ook bij pakken. Maar laten we in ieder geval beginnen met het eindresultaat van de R8. Wat een wagen is het geworden, hè? Ongelooflijk. Nu krijgt hij de racy look die hij eigenlijk verdient. Ja, ik wil niet zeggen dat het een saaie auto is, want dat is het niet. Ook niet in standaardvorm. Maar dit is toch wel een heel stuk spannender dan dat hij standaard was. En zoals gezegd, dat verdient hij wel. Maar wat hebben we nou allemaal gedaan? Want het is echt wel veel geweest. We hebben de ruiten getint. We hebben een getinte raamband. Audi Sport erop. Maar de grootste uiterlijke wijziging is natuurlijk de wrap. We hebben als basis hebben we grijs gebruikt met daar overheen een livery. En die livery is weer afgeleid van de LMS. De LMS is weer de raceuitvoering van de Audi R8. Maar goed, daarmee waren we er nog niet klaar. Hè? Want, ja, dan zit er een livery op, maar mag die nog steeds wel meer body krijgen. We hebben een lip aan de voorkant eronder gezet, waardoor die optisch lager is, waardoor die wat meer naar voren komt, krijgt hij meer smoel. Dus hij ziet er wat bruter uit. Maar goed, we kunnen natuurlijk niet alleen aan de voorkant wat toevoegen, want dan is het uit verhouding. Dus aan de zijkant hebben we andere sideskirts geplaatst. Tenminste andere, die zitten gewoon onder de originele sideskirts. En ook dat geeft hem weer meer body. Bij de raceauto zie je dit als extra aerodynamica, voor downforce handling, noem het maar op. En dit, ik weet niet of dat het ook echt dat effect gaat geven bij deze auto, maar in ieder geval wel in het uiterlijk van de auto. Iets wat ik ook heel erg tof vind, zijn deze wielen. OZ Ultraleggera's, dus het zijn lichtgewicht velgen. Ja, in eerste instantie vroeg de eigenaar van, joh, 20 inch, zullen we dat doen? Misschien nog groter? Ik zei, nou, willen we die race uiterlijk behouden? Juist een maatje kleiner. En dan een paar goede banden. Dus Nankang AR1. En die wordt veelal gebruikt voor het circuit. Maar er zit een goedkeuring op voor de openbare weg. Ik zou er niet tijdens het vriezen of tijdens het regenen mee gaan rijden. Misschien wel, maar dan voorzichtig. Want dan wordt het wel glibberig. Maar juist met lekker weer, met het zonnetje, een beetje temperatuurtje. Plak dit echt aan de weg.
Zeker als je het voor elkaar krijgt om ze nog een beetje warm te rijden. We hebben nog wat reclame toegevoegd. Dat natuurlijk ook weer voor het race uiterlijk. En dan ook een hele grote wijziging. Is intern. Kijk. Hier is toch wel heel erg veel veranderd. En ook hier weer om dat meer racy uiterlijk te krijgen. Want origineel zijn die stoelen bijvoorbeeld bruin. Maar het onderstel van de stoelen ook. Ja, dat past dan niet helemaal bij die auto. Dus hebben we zwart leer gebruikt, rood steksel. Voor de stoelen hebben we Alcantara gebruikt. Voor het onderstel, voor het middenvlak. En dan ook weer dat rood terug laten komen. Er is ooit een exclusive edition geweest van de R8. Die op dezelfde manier dat rood erin verwerkt heeft. Ook weer Alcantara op het dashboard. Het stuur is bekleed. De airbag is bekleed. De trim rondom de radio is opnieuw bekleed. Ook weer met een rood stiksel. En dat matcht ook weer heel goed met het rood wat buiten op de auto zit. Niet alleen buiten op de auto, maar ook op de remklauwen. Want zelfs de remklauwen zijn weer gematcht qua kleur aan de kleur van de folie. Dus dat is wel weer heel gaaf. Ik doe even deze deur dicht. En dan gaan we door naar achter. Want achter zie je deze dikke jongen. En dit is echt maatwerk geweest. We wilden iets wat veel weg had van de LMS. Maar kon niet de echte LMS worden. Want die echte LMS die is zo hoog. Steekt tot hieruit. En is gewoon levensgevaarlijk. Dus ziet de politie rijden met zo'n spoiler. Trekt ze je gelijk van de weg. En kom je daarmee nooit meer door de keuring. En we moesten iets hebben wat binnen de body viel. Wat niet scherp was. Maar wel dat juiste uiterlijk had. En dat was deze spoiler. Dat is ook een van de redenen waarom het project wat langer heeft geduurd. Want het maatwerk, dat brengt vaak wel een lange leeftijd met zich mee. Maar goed, het resultaat is wel echt top. Ook weer het rood terug laten komen. Mooie belettering zoals dat hoort bij de raceauto's. En dan het geluid. Ja, we staan nu al toch aan de achterkant. Het is een dikke V8. En hij klonk niet als een dikke V8. We hebben er nu een uitlaat van kwikzilver onder gezet. En nu? Nu klinkt hij wel als een dikke V8. Ook hier weer de rode belijning terug laten komen. Zwarte logo's, zoals voor ook. En ja, volgens mij is die R8 nu gewoon klaar. Mooi voor het seizoen. Kan lekker met het zonnetje lekker gaan sturen. Ik denk dat we hem zo nog even laten horen. En iets wat ik nog meer wil laten zien. Dat zijn die twee auto's die ernaast staan. Want die zijn ook van de eigenaar. Dus laten we daar ook even naar gaan kijken. Dan hebben we hier de S6 die jullie zeker weten al kennen. Want dit is een van de dikste projecten geweest van 2020. Innerstack Midnight Green. Verlaging, dikke vossenvelgen, dikke kleurvelgen. Ook het interieur is helemaal gedaan. Ruiten zijn getint. Alles is aan deze wagen gedaan. En dit is echt een van de pareltjes qua projecten die we vorig jaar hebben gedaan. Dus het is van dezelfde eigenaar. En je ziet het aardig opritje zo. Maar goed, het opritje is nog veel groter dan alleen deze twee auto's. Namelijk ook deze SQ8. Ook weer een hele dikke jongen. Getuned, 1000 Nm koppel. Aftpakket erop. Autobedrijf Martens heeft deze helemaal aangepast. Dus deze is het bedrijf waar hij zijn auto's onderhoudt en ook koopt. Kijk ik hem even aan. Je koopt ze ook hier toch, Wietse? Ja. Hij koopt ze ook hier. Top. Dikke lip ook weer voor. Deze extra features zijn toegevoegd aan de bumper. Je ziet het AP-logo zie je terugkomen. Zwarte logo's rondom, sowieso zwart optiek deze auto. Dikke 23 inch velgen, ook weer hoogglas zwart. Om te matchen bij alle andere hoogglas zwarte delen. En dit is toch wel een heerlijke reisauto hoor. Hey. Godverdikkie. Die achterkant ook. Apt met echte uitlaatpijpen. Ja, ja. En ik zeg het natuurlijk niet voor niks, want tegenwoordig hebben heel veel ouders dat die gesloten is en dat die naar beneden toe wijst. Maar deze jongens, die zijn gewoon open, zoals je het hebben wilt. Spoiler op het dak. Ik word er even op geattendeerd. Ik zit altijd naar beneden te kijken natuurlijk. Dikke spoiler op het dak, maar ook de zijkanten, die zijn meegenomen. En ja, man, wat een oprit. Een hele dikke sedan, een hele dikke raceauto en een hele dikke SUV. Moet je nog meer hebben? Ik ben wel benieuwd. Zou jij nog een auto toevoegen aan je collectie? Welke auto zou dat dan zijn? Laat het even weten in de comments.
Dan gaan wij nu nog eventjes het geluid van de R8 laten horen. Ja, helaas moeten wij deze auto's gaan verlaten, want wij gaan weer terug naar het westelijke Rotterdam. Wel jammer, zoals gezegd, helaas. Maar ik denk dat de eigenaar er nog even van gaat genieten, althans. Hij zegt net dat hij heel erg snel van auto's wisselt. Ik hoop dat hij er nog even van gaat genieten. En dat jullie er ook van hebben genoten natuurlijk. Geef daarom ook even een duimpje, abonneer op ons kanaal. En ik zie jullie graag terug bij de volgende video van Absolute Motors.